Uitverkocht was het niet, maar het was afgelopen weekend drukker dan verwacht bij het Whitney Houston verkleedfeestje van Glennis Grace in de AFAS Live. Er waren ook een aantal prominenten bij aanwezig, waaronder Gordon en Robert van Hemert. Fantastisch vonden ze het allemaal, hoe Glenis die liedjes van Whitney zong. Prima nieuws voor Glenis, zou je zeggen, maar de shownieuwskijker gunt haar dat niet. Die gaat op Facebook helemaal los op die arme zangeres, namelijk onder het berichtje: Glennis Grace in tranen na optreden. Daar kan de redactie inmiddels beter, Glennis Grace in tranen van shownieuwskijkers, van maken, want poepoe, wat gaan de mensen weer los op de jumbo-knokker? Ze heeft een goede stem, maar ik blijf haar onsympathiek vinden, en steeds Whitney Houston imiteren wordt men toch ook zat, zegt mevrouw Linda bijvoorbeeld. Ook Vanessa hoort niet bij de concertgangers. Ze heeft verreweg de beste stem maar ook verreweg het verrotste karakter. Nog niet zo lang geleden vertelde een bekende dat zij en haar zoon in Curaçao waren en dat het gedrag van hen niet om aan te zien was, dus ik denk niet dat ze er iets van geleerd hebben. Aard van het beestje verandert niet. Ene Maxime, Glenn is Grace, stop gewoon met zingen alsjeblieft. En Lia, goede zangeres met een naar karakter. Edwin denkt dat Glennis nooit zal veranderen. Snap niet dat mensen haar goed vinden. En haar steunen. Ze valt met haar agressie steeds weer in herhaling. Het is wachten op het volgende incident. En Erik, oh ja, het was de eerste maandag van de maand? Luchtalarm. Gelukkig voor Glennis zijn er ook veel positieve reacties te vinden. Mensen noemen haar een superzangeres en t-best. Ze heeft haar straf gehad en laat iemand dan weer verder met haar leven, vindt Jerry.